Hanne, Klaasje en Maarten van K3 zijn zaterdag aan hun eerste soloshow gestart. De nieuwe K3 overtuigde ons en de rest van de pers. Wij stelden tijdens het persmoment na de première niet alleen vragen over de nieuwe show. Wij waren namelijk benieuwd of er dit jaar nu al dan niet een nieuwe film van K3 komt. Let vooral op de blik van de meisjes. Oeh, een film. Daar is nog niks officieel over verteld. We zouden wel heel leuk vinden om een film te mogen doen, maar dat valt nog af te wachten, denk ik. Ja, yes. Dat is sowieso wel op ons lijstje van wat we graag willen doen, maar ja, we moeten nog zien. Hè. Daar is nog niets officieel over verteld, haalt Marten aan. De meisjes ontkennen dus niet dat er een film komt, maar mogen het wellicht nog niet bevestigen. Naast een film staat ook nog een musical op het verlanglijstje van K3. Maar wat mag er nu eerst komen? De film of toch liever de musical? Oei, dat weet ik niet. Ik weet ook niet wat het moeilijkste is of hoe dat... We kennen het allebei niet, dus het... Ja. Ik denk dat we ons gaan laten verrassen. Ja. Laat maar komen.